Goedemorgen allemaal, broeders en zusters, gasten in ons midden, degenen die meeluisteren via livestream. Ik wil je alle welkom heten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat we al in de gebeden hebben gehoord, het is heerlijk om als kinderen van God bij elkaar te komen. Een moment mogen hebben om stil te staan bij wat de Heer tegen ons te zeggen heeft. En ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over het onderwerp heiligheid. Of heilig zijn. Heilig worden. Zoals beschreven staat in 1 Petrus 1 vers 15. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in uw levenswandel. Vroeger zei men, een christen kan je herkennen aan hun praat, hun daad, hun gewaad. En dan voegden sommigen ook nog toe aan hun gelaat. En dan wil ik dat niet als vroomheid uiten, of als schijnheiligheid zelfs. Want er staat in vers 16 van die 1 Petrus 1, wees heilig, want ik, zegt de Heere, ben heilig. Heiligheid, heilig zijn. Als we dat lezen, dan moet je eigenlijk denken aan dat iemand zich onderscheidt van het gewone. Anders doen dan. God is heilig. En omdat de heilige, Yahweh, te midden, zoals in het Oude Testament, van de Israëlieten woonde, was dat daardoor een andere volk. Een heilig volk. Een apart volk. En God die zorgt daar zelf voor. Laten we eens gaan lezen vanuit de brief Exodus, hoofdstuk 15. De lofzang van Mozes staat erboven en voorafgaand. Heel veel kinderen die kennen dat verhaal wel. Van het volk Israël in Egypte. En dat ze daar als slaven vernederd werden, geslagen werden om hard te werken. En dat de Heere Mozes heeft gestuurd om het volk uit Egypteland weg te halen en te brengen naar een nieuw land voor de Israëlieten. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat gepaard met een heel stuk lopen en alle dieren en al hun bezittingen, dat moesten mee. En dat ging ook niet heel vriendelijk, maar dat ging met vluchten, met haast. Want die nacht waarop ze vertrokken, was het paaslam gegeten. En terwijl ze dat aan het eten waren, hadden ze eigenlijk alles al klaarstaan. Ze hadden hun jas als ware al aan. En wij eten normaal eerst en daarna doen we onze jas aan en dan gaan we weg. We hadden alles gereed. Want die nacht stierven de eerstgeborenen waar niet het bloed aan de deurposten was gesmeerd. En daar gingen ze. Ze kregen het goud en zilver mee. Die mensen zeiden weg hier, weg hier. En daar gingen ze. Maar Farao, toen hij een beetje bijgekomen was van de grote schrik, ook dat zijn zoons al overleden, pakte heel zijn leger bij elkaar en ging erachteraan. En terwijl het volk Israël op weg was, werden ze geleid door de Heere naar een strand, naar een zee. Links en rechts bergen,
achter hen de nauwe ingang tussen de bergen door naar het strand. En daar stond het volk Israël. Zo ongeveer 2 miljoen Israëlieten. Met een jagend volk, de farao met heel zijn leger. En ze huilden, ze mopperden. En Mozes, waar heb je ons gebracht? En toen ze dichterbij kwamen en de angst groter werd, vliet de engel, die kolom, die verplaatste zich achter het volk, zodat de farao, de Egyptenaren, niet meer verder konden. En de Heere, die liet Mozes een pad maken door de zee. En daar ging 2 miljoen mensen door de zee heen. Wat een wonder. Wat een macht, wat een kracht. En toen ze daar aan de overkant waren, daar kwam het volk, de Egyptenaren, over datzelfde pad die de Heere voor de Israëlieten had gelegd door de zee heen. En toen zei de Heere tegen Mozes, strek je hand uit. En in één klap heel de vijand weg. Heel die macht waar ze bang voor waren, weg. Vernietigd. De zee sloot zich weer. Toen ik dit las, begon ik weer een beetje te beseffen hoe machtig God is. Ik weet niet of je de dag van je bekering kent. De dag dat je tot geloof kwam. De dag dat het zeker was. Ik moest terugdenken aan die dag. Aan die avond. Aan dat moment. Dat Satan geen macht meer over mij had, maar volkomen verslagen was. Moment dat ik mocht zeggen, Abba Vader. Hij is mijn vader. Hij is mijn Almachtige. Geen kracht meer. God de Almachtige. Daar moest ik aan denken. Maar laten wij gaan lezen. Hoofdstuk 15. Want Mozes die zag dat, de Israëlieten zagen dat. En wat gingen ze doen? Vers 1. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heeren en zij zeiden. Ik zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in zee geworpen. De Heere is mijn kracht, een lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, ik roem. Hem roem ik. De Heere is een strijder. Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De beste van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven. Zij zijn als een steen in de diepte gezonken. Uw rechterhand, Heere, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, Heere, verplette de vijand. In uw grote majesteit wierp u ten neer wie tegen u opstonden. U zond uw brandende toren die hen als stoppels verteerde. Door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. De vijand zei, ik achtervolg hen. Haal hen in. Een deel te buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld. Ik trek mijn zwaard. Mijn hand roeit hen uit. Maar u, God, hebt met uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in de machtige watermassa's. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? U strekte uw rechterhand uit. En de aarde verzwolg hen. U leidde in uw goede tierenheid dit volk, totdat u verlost hebt.
U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. De volken hebben het gehoord. Zij sidderden. Angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werden zij door schrik overmand. De stamhoofden van Edom, de machthebbers van Moab, grepen huivering aan. Al de inwoners van Kanaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst door de grootheid van uw arm. Verstomden zij als een steen, terwijl uw volk, Heere, er doorheen trok. Terwijl dit volk, dat u verworven hebt, er doorheen trok. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt. Heere, het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Wat een krachtig woord, hè? Als deze God en Vader jouw Vader is. Hebben wij nog ergens reden om angstig te zijn? Of verkeerde verwachtingen te hebben van de Heere? Hebben we niet net gelezen in vers 11? Wie is als u onder de goden, Heere? Wijs er eens een aan, mensen. Wie is beter als God? Er is niemand. Er is niks. Wie is als u verheerlijkt in heiligheid? Denk eens na over deze woorden. Openbaringen 4, daar staat over God: wie toch zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent heilig. De Heere is begonnen, die heeft de mens gemaakt, en het laatste woord zal ook bij de Heere zijn. Alle knie zal zich buigen. Over Jezus, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, lezen we: zo'n hoge priester hebben wij nodig. Ja, iedereen. Waar je ook staat in je leven, of dat je rijk bent of arm, of dat je gezond bent of zwak bent, of dat je ziek bent. In welke situatie je ook bevindt. In vreugde of verdriet. We lezen over de Heer Jezus, zo'n hoge priester hebben wij nodig. Heilig, onschuldig, afgescheiden van de zondaars. En boven alle hemelen verheven. Wat hebben wij vorige week gehoord toen Jan sprak? Hij haalde een paar teksten aan uit Romeinen 6. Wie ben u? Wie ben jij? Wie zijn wij? Als wij in Christus zijn. Maar nu van de zonde vrijgemaakt, zegt Romeinen 6 vers 22. Heb u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. God is heilig. God is de bron van heiligheid. Daarom kan hij ook met niets en niemand vergeleken worden. Wat ik al zei, hij is echt anders. Niet zoals het gewone.
God heeft zelfs tijden en plaatsen en personen en dingen heilig gemaakt. Bijvoorbeeld zoals God in het Oude Testament een Sabbat, een dag in de week, heeft hij geheiligd. Heeft hij apart, anders van andere dagen. De tabernakel, de tempel, dat was een plek voor hem. En daarom werd het heilig genoemd. Heilig, heilige der heiligen zelfs. Alles, de gereedschappen die daar voor de Heere gebruikt werden, werden heilige gereedschappen genoemd. De personen die daar dienden, die daar werkten voor de Heere, waren heilig. Als het door God aangewezen wordt, dan wordt het heilig. En zo maakte God dingen heilig voor hemzelf. Wat uit zichzelf niet heilig was. Het wordt heilig als God zich eraan verbindt. Als God zegt, dit is voor mij. Toegewijd worden aan God. Dit is voor hem. Tot hem, tot dienst van hem. Deze tijden, deze dagen, deze week. Dat was normaal voor de Israëlieten. Dat er weken waren of dagen waren. Die waren heilig. Speciaal voor de Heer. Feestdagen. Dagen van rouw, dagen van ontmoediging. Dus we kunnen zeggen, alles wat toegewijd is aan de Heere, wat de Heere zichzelf, waar de Heere zich aan verbindt, dat is heilig. Het is niet wat een mens zegt, dat doe ik voor de Heere, wordt in één keer heilig. Nee, maar wat God zich aanneemt, waar God zich aan verbindt, dat is heilig. Het is een eigenschap van God, heilig zijn, want hij is anders dan alles. En daarom heeft hij ook die heerschappij. En zo heeft God dus ook een volk Israël onderscheiden van alle andere volken. Er is een onderscheid. En dat kon je ook wel zien, ze hadden hele andere voedingswetten, ze hadden hele andere huwelijkswetten. Er was zelfs een driedeling in de dieren. Je had offerdieren, je had reine dieren, je had onreine dieren. Zelfs in de mensen was daar een verschil. Je had priesters, je had Israëlieten, je had heidenen. Echt een volk wat anders leefde. En als je vaak leest hoe dichter bij de Heere, hoe heiliger. He, wat ik al eerder zei, het heilige der heiligen. Daar was de plek waar God woonde, waar dat die intrek nam. En als de mensen dan in zonde waren gevallen, dan kon men door die offers weer rein worden. En dan hoorden ze er als ware weer bij. Dus door de zonde waren ze niet meer apart voor God, heilig voor God. Maar na die reiniging weer wel. Je kon weer dichter bij God komen. En niet alleen mensen konden onrein worden, maar ook gebouwen, maar ook plaatsen. We hebben zelfs een poosje geleden nog op de huiskring erover gehad. Over ruimtes die onrein kunnen zijn. Hè, wij zeggen ook wel eens, als je in een ruimte komt waar gevloekt wordt, waar onreinheden gedaan worden. Je zou er als ware voor de Heer een werk moeten doen. Je zou er als ware met kinderen van God samenkomen. Dan ontkrachtig je die vloeken.
dan verwerp je dat. Dan breng je dat allemaal onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Opruimen wat niet van de Heeren is. En dat was in die tijd ook al zo, dat dingen onrein konden worden. Onheilig. Maar zelfs in het Oude Testament komt dat met de doop, moest men dat soms bekopen. Als men niet heilig leefde, of als men dingen van de Heere verontreinigde, dan kwam daar oordeel over. Ja, niet alleen over personen, maar zelfs over hele volkeren. Als zij gezondigd hadden. Als God zich ergens mee verbindt, dan moeten we niet onderscheiden. Of onderschatten, sorry. Als God zich ergens aan verbindt, dan is dat heilig. Denk alleen aan zijn naam te onteren. Zijn heilige naam. Maar wij leven niet meer onder dat oude verbond, wij leven onder dat nieuwe verbond. Maar ik geloof dat er niks veranderd is, want de Heere is ook niet veranderd. God is dezelfde van toen, is dezelfde God als nu, net zo heilig. Net zo machtig. Net zo heerlijk. Net zo anders. Als de Heer ergens is en zijn heiligheid is daar, dan moeten we proberen om die heiligheid te bewaren. Zodat je in die verbondenheid, in die heerlijkheid kan blijven. In de tijd van het Oude Testament was daar een vrees. Denk maar aan het moment dat de Heere neerdaalde op de berg Sinaï. Dat het volk sidderde, dat het volk beefde. Er was zelfs een omheining omgezet. Want zij wisten, al zouden zij één stap op die berg zetten, zouden ze dood neervallen. Daar was zo'n diep respect voor de Allerheiligste God. Dat ze zich neerbogen. Profeten, als God tot hen sprak, vielen op hun aangezicht voor de Heere. Zij beseften de heiligheid van God. En ik denk voor ons geloofsleven dat een hele belangrijke basis is. Beseffen dat God heilig is. In Spreuken lezen we dat de vreze des Heren de basis is voor wijsheid. Om dienstbaar te zijn voor God. En ik denk dat dat toch ons verlangen is. Om dienstbaar te zijn voor God. Nou, Spreuken zegt dus dat de vreze des Heren daar de basis van is. Lieve broeders en zusters, wij leven onder het nieuwe verbond. Wij worden heilig genoemd. Paulus begint ook regelmatig zijn brieven ermee. Maar wij worden heilig genoemd in Christus Jezus. Wij zijn personen waar de heiligheid in aanwezig is. En dat komt niet door onszelf. Dat hebben wij niet zelf bewerkt. Maar de Geest, de Heilige Geest, heeft inwoning gemaakt. Wij zijn de tempel, we zijn de tent, we zijn de woonplaats van God. Niemand is in staat om die heiligheid zelf te bewerken. Dat heeft de Heer in ons gedaan. Wij weten dat van onszelf.
Wij weten van dat moment af dat we van dood levend zijn gemaakt. Wij weten van het moment af dat we liefde kregen voor de Here, terwijl we eerst volop liefde hadden voor onszelf. Zijn heerlijkheid, zijn heiligheid nam intrek. Ik en de Vader zullen intrek nemen. Als het goed is, ken je die momenten in je leven dat je zijn heiligheid proeft. Ja, het is trouwens ook een mooie tekst. Ik weet even niet waar dat staat, maar het troosten de Heilige Geest. Die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. De Heere die gaat zorgen in jouw leven, als je daarnaar luistert. Wat het is om heilig te zijn. De Heere of de Heilige Geest zal jullie openbaren, zoals in Hebreeën 10 zegt, met één offer heeft Jezus Christus hen die geheiligd worden, tot een eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt dat ook. Die Heilige Geest gaat de heiligheid, dus de apartheid van de wereld, het anders zijn, bewerken in je leven. Daarom is heiligheid ook een proces. Het liefst zou je dat helemaal zelf willen bewerken. Dit voor de Heer, dat voor de Heer. Maar de schrift zegt, jaagt de vrede na met allen. En niet alleen de vrede najagen, maar ook de heiliging. En natuurlijk ben je heilig in Christus, maar de boze gaat rond. De boze wil alleen maar het werk van God in jou kapot maken. God heeft zich aan jou verbonden. God heeft jou heilig gemaakt. Omdat hij zich aan jou verbonden heeft. En Satan is bezig om dat uit elkaar te halen. Om dat te vernietigen. En de ene keer doet hij dat via gedachten. Hoeft hij alleen maar te zeggen, zie nou wel. Jij kan geen kind van God zijn. En dan ga je twijfelen. Maar dat is een leugen. Wat zie je nou wel? Pak de schrift er eens bij. De Heere die doet het in mij. En daarom. Ook al moeten wij door lijden heen, door moeite heen, wij moeten volmaakt worden. En het is belangrijk om dat einddoel voor ogen te hebben. Ik moet denken, we hebben net de Olympische Spelen gehad. En al zag ik ze rennen, of fietsen, waren ze niet bezig met wat achter hun lag. Ze waren niet constant achterom aan het kijken. Ze waren bezig met wat voor hen was. Finish. Daar waren ze op gericht. En daar zegt de schrift ook dat we ons daarop moeten richten. Op dat einddoel. De Satan weet ook dat jouw lichaam de tempel is van de Heilige Geest. De woonplaats is van God, dat weet hij. En zoals de Heere in het Oude Testament plaatsen had, tijden had, voorwerpen had, waar hij zich aan verbond. Zo is nu ook na Pinksteren de Heilige Geest komen wonen. En God zich aan jou verbonden. Daarom roept de schrift ons ook ertoe op om onszelf toe te wijden. Ja, volkomen toe te wijden. Wees volmaakt, zegt Matthäus 5, vers 48, zoals uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. Zijn wij bereid
om ons toe te wijden. Mag het wat kosten in je leven dat einddoel te bereiken. Weet je wat de sleutel is van heiliging? Van heilig leven. Jezus Christus zegt zelf tegen jou. Als u, vul je eigen naam maar in. Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Dat is de sleutel van heilig leven. Ben je bereid om zijn geboden in acht te nemen? Aanvaard je Christus door in gehoorzaamheid voor hem te leven. Colossenzen 3 vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus. Weet je wat dat betekent? Alles doen. In de naam van de Heer Jezus. Dat je alles doet in overeenstemming met de Heer. Gehoorzaamheid en liefde voor de Heer Jezus, dat is puur zichtbaar in je leven. Dat zien de mensen om je heen. Je hebt een ander, je bent anders. Misschien is het al wel een keer tegen je gezegd. Je bent anders. Of je bent in ieder geval anders zoals je vroeger was. Wij hebben een tuin en daar hebben de jongens kippen lopen en dan doe ik op zaterdag meestal even kijken of dat alles goed is gegaan heel die week. En als er een lekkere tomaat hangt, dan neem ik die ook even lekker mee. Maar waar het om gaat, ik kwam op de bouwland en er kwam een man aan en ik had de hond bij me en die zegt zo, een leuke hond en ik heb brokjes, mag ik hem wat geven? Natuurlijk. En die man begon te praten over zijn leven. En over zijn honden die hij had gehad. Maar dat hij een probleem had in zijn leven. Dat hij heel driftig was. En dat door de drift, hij was al 84. Dat door de drift, dat hij al een paar keer in aanraking was gekomen met de politie. Vast had gezeten, dit en dat. En zo had hij dus verteld over zijn probleem met drift. En ik zeg tegen hem. Ik zeg, ik kom uit een gezin met 7 jongens, waar er ook een aantal last van drift hadden, waaronder ook ik. Ik zeg, maar op de dag, toen ik 19 jaar was, en Jezus Christus in mijn leven kwam, was drift ook weg. Ik zeg, ik werd van de een op de andere dag verlost van drift. Zo mocht ik getuigen naar die man toe. Als je gehoorzaam bent, dan is dat zichtbaar in je leven. Hoe je doet, of wat je doet, of hoe je met dingen omgaat, hoe je gekleed gaat, hoe je uitstraling is. Als je niet meegaat met de normen van deze wereld, met de vraag van deze wereld, als je daar niet op ingaat. De vraag van deze tijd. De wereld vraagt en deze tijd vraagt heel veel van ons. Als je daar niet in meegaat, dan is dat zichtbaar. Overleg je de dingen. Bijvoorbeeld als je kleding koopt. Als je gewoon leeft in je huis, in je omgeving. Is daar overleg met de Heer Jezus als je keuzes maakt? Of ga je toch schuilen achter een bepaald masker? Wandel in het licht met de Heer. Vertrouw alles aan hem toe. Ben je eerlijk, want de Heer die ken je. Mag het geloof wat kosten om toch iets anders te zijn als de wereld? Je invulling van je vrije tijd. We zeggen altijd, we leven in een hele drukke tijd. En toch hebben we nog vrije tijd. Toch kunnen we nog op vakantie. Toch kunnen we. Maar ook die momenten dat je 's avonds op de bank zit. Zeg heerlijk,
Ik heb hard gewerkt vandaag. Kinderen liggen lekker op bed. Of wat dan ook. Ik heb even rust. Wat ga je doen met die tijd? Is dat een tijd dat je kan zeggen, Heere, hier ben ik. Ik heb voor die moeten werken, ik heb voor die moeten zwoegen en ik heb dat moeten regelen. Maar halleluja, ik heb nou even tijd. Heer Jezus, wat gaan we doen vanavond? Wandel niet naar het vlees, maar naar de geest. En heb dan oor naar wat de Heere tegen je zegt. Ik moet denken ook, ik zit zelf ook in de kinderen, speelgoed. Games. Ouders, overleg met de Heere wat je je kinderen geeft. Kinderen hebben dat zelf ook wel door. Als ze het leven van ouders kennen, dan vinden ze het echt niet raar als ouders zeggen van dat is niet voor de Heere. En dat is wel voor de Heer. Ik heb overleg gehad met de Heer. Ik heb het ook wel eens tegen mijn kinderen moeten zeggen. Dan laten we ervoor bidden. Want ik weet het als vader niet zo goed. En ik zou een keer naar een pretpark gaan met Joshua, dat weet ik nog heel goed. En ik had geen vrede, maar hij dronk er zo op aan. En je belooft iets aan je kinderen. En wij zitten in de auto en ik wil de auto starten. En Joshua zegt, papa, zullen we ervoor bidden? Ik zeg, is goed. En we begonnen te bidden. En in het gebed kwam het bij Joshua in zijn hart om te zeggen van, Heer, ik denk niet dat u meegaat. En we zijn de auto weer uitgegaan en we zijn naar huis gegaan. Of we zijn weer het huis ingelopen. Hij proefde waarschijnlijk ook aan zijn vader dat hij niet zoveel zin in had. Omdat hij zag waarschijnlijk strijd bij mij. Maar kinderen begrijpen de ouders. Je mag rust zeggen. Dat is van de wereld. Maar wij willen leven voor God. Het is goed om... Je kinderen zijn voor de Heere. Die voeden wij op voor de Heere. Laten we dan ook die dingen in de opvoeding ze afhouden van de wereld. Wees eerbaar, wees bezonnen. Zoek de grenzen niet. Maar overleg alle dingen met de Heere. Zelfs al ga je naar een barbecue of naar een verjaardag. Vraag aan de Heer of hij een getuige mag zijn daar. Ben je eigenlijk bereid dat de Heilige Geest met je meegaat? God is ook op die barbecue aan jou verbonden. God is ook op die verjaardag aan jou verbonden. En daarom, ik treed niet eens in detail. En ik wil ook zeker niet dat je je door mij zelf veroordeeld gaat voelen of dat je nou dingen wel of niet doet. Maar lees eens mee in 1 Thessalonicenzen 4. Het is de schrift. Ik vind het altijd mooier als de schrift het zegt als dat ik het zelf moet zeggen. Dan zijn het niet mijn woorden, maar het zijn het woorden van de Heer. Eén Thessalonicenzen 4. En dan gaat God iets tegen jou zeggen. Vers 7. Want God heeft ons, jou, niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Ik zou bij deze tekst ook weer zeggen, vul je eigen naam eens in. Want God heeft Dennis niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt,
verwerpt niet een mens, maar die verwerpt God. Die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. Het gaat uiteindelijk weer om God die zich aan jou verbonden heeft. Want alles wat je doet, doet dat in de naam van Jezus. Romeinen 6 zegt, laat de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren. Heiligheid is een voortdurende opdracht voor de gelovigen, waar we naar moeten jagen. En nou is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, dat is wel goed, dat is niet goed, zo moet je kleden, zo moet je gedragen, zo moet je voorkomen, en zo moet je... Nee, ik denk dat het goed is dat we voordat we iets doen, bij de Heere zijn en niet daarna pas. Dus eerst iets doen en dan zeggen, ja, is dit goed zo? Kunnen we dit zo doen? Gaat u met me mee? Heel belangrijk om eerst de Heere. Ik wil nog één tekst met jullie delen. Die staat in Filippenzen. Filippenzen 2. Ja, ik begin bij vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Door alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En zo moest ik denken aan, even weer terug, naar die Israëlieten die daar stonden. Die zeiden, we hebben te vergeefs gevlucht. Want we zijn nou al hier weggegaan uit Egypte, maar nu worden we overrompeld. En dit is onze dood. Nee, broeders en zusters, er is niks te vergeefs als wij de Heere gehoorzamen. Er is niks te vergeefs als wij de Heere vertrouwen. Want wat bij de mens onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. Ook in deze maatschappij zie je dingen om je heen van hoe moet ik daarmee omgaan. Maar praat er met de Heer over. Ik vond het zo mooi in het getuigenis van Gerbert ook. Die mensen kwamen bij de Heer en de Heer persoonlijk. Die Heer weet precies wat je nodig hebt. Hij kent je hart. De Heere zag de nood van die 2 miljoen mensen. En daar stonden ze, hij zag de nood. En hij opende daar het water. En hij zag die nood als ze daar aankwamen met het leger over datzelfde pad en hij sloot dat water. De Heere is een strijder. Heere, Heere is zijn naam. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u? Verheerlijkt in heiligheid, onzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet. U leidt hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. En dat is wat de Heere doet voor jou. Hij leidt jou naar zijn heilige woning. Dus ik zou zeggen, blijf dicht bij hem. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt hij. Amen.